Tectum Achel als Ladies Volley Limburg. Beide teams stellen gezamenlijk hun pionnen voor. En de clubs zitten volgens hun voorzitters dan ook met gedeelde uitdagingen en ambities. Het zaadje van de samenwerking werd trouwens geplant tijdens een uitzending van TVL Sportcafé. Dus TVL Sportcafé begint een beetje een rode draad te worden. Toen Joos aanwezig was, ook zei van kijk, we hebben een bepaalde ambitie en oké, je moet hoog mikken. Als je al je ambities haalt, ben je niet ambitieus genoeg geweest. En ik gewoon naar de hand, ik zei van potverdikke, met elkaar gebeld en vandaar. En sindsdien is er iets moois aan het groeien tussen beide clubs. Er wordt nu gekeken hoe ze verder hun krachten kunnen bundelen. Te beginnen bij de basis. De instroom van nieuwe spelers en dus de jeugdwerking is daarbij van groot belang. De vijver groter maken, maar ook de andere clubs rondom ons versterken om ook daar een betere jeugdwerking te maken, om hen daar ook te helpen. Ze hebben dezelfde uitdagingen als wij. Dus op het veld willen we graag concurreren en de bestuurskamer willen we graag samenwerken. Het gaat erover om samen een beter volleybalaanbod te bieden voor jong en oud. Op bestuurlijk niveau wordt het delen van kennis en expertise belangrijk. En op termijn kan er misschien gestreefd worden naar de stichting van één grote Limburgse omnisportclub, waarbij elk team wel zijn eigenheid bewaart. Van een fusie is er dus geen sprake. Ik geloof daar trouwens ook niet in fusies. Ik geloof in een breed volleybal landschap. Als we gaan fusioneren, tegen wie moeten we dan nog spelen op den duur? Dus we hebben al die clubs nodig. Het niveau waar we moeten samenwerken, moet eentje op bestuursniveau zijn, op communityniveau zijn, maar sportief moeten de degens gekruist worden. Een samenwerking kan altijd. Ik vind die eigenheid van elke regio, elke ploeg of elke club moet je behouden. Maar we moeten altijd kijken van oké, 1 plus 1 is 2, maar probeer van 1 plus 1 3 te maken. Beide teams mikken volgens hun voorzitters dit seizoen op een plek in de top 4. En in het geval van Achel ook op de bekerfinale.